Oh, wacht even. Wacht even, dit is dus de oplossing. Yo, Nintendo fans. Er is grote paniek, want King Dedede heeft Elfieling gekidnapt. En die is hier ergens daar, denk ik, hier achter de poort. Maar eerst moeten we andere levels gaan uitspelen om daar te komen. En als je dat wil zien en als je dit vet vindt, kanaal de duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. En dan ga ik even met Kirby even de kont schoppen van heel veel vijanden. En kijken of we King Dedede binnenkort weer kunnen vinden om Elfieling te bevrijden. Hier gaan we in de woestijn. En wow, ik zie daar een gigantische Eevee gewoon. Kan ik jou opslurpen? Ja, maar oké, dan kan ik jou weggooien. Maar ik heb geen superkracht bij me. Waarom heb ik geen superkracht bij me? Hoe kan dit? Oké, ik ga jouw superkracht pakken. Wat ze vlots. Nu kunnen we lekker schieten. Op jou bijvoorbeeld. Bam. Ja, precies. Doei. Wow. Daar is meneer slang. Ik wil meneer slang hebben, jongen. Ik denk niet dat ik van die slang een superkracht kan pikken. Dat denk ik niet. Ik kan hem zelfs... Ja, ik kan hem wel opzuigen. Hoppakee. En daar naartoe plempen. Doei. Zo, die was wel lekker trouwens. Eerste puzzelstukje gevonden. Blijkbaar moeten we weer puzzelstukjes vinden. En ik ga dan deze kracht van hem opnemen. Want deze is super chill. Want deze gaat lekker boemerangjes gooien. En niet zoveel ook. En het zijn geen boemerangen trouwens. Het zijn... Ik weet niet. Wat zijn het eigenlijk? Wat gebeurt hier? We kunnen hier rechtdoor. Dan moeten we hier even een knopje indrukken. Dan hebben we hier een knopje. Moeten we even... lekker zweven. Volgens mij is nu aan de overkant ook nog een knompie. Is hier een knompie? Nee, hier is geen knompie. Daar is een knompie. Let's go. Bop. Lekker. Oké, knopje ingedrukt. En nu? Wat hebben we? Tweede puzzelstukje. Lekker. Oké, go. Pas op, Kirby. Sloop ze kapot. Lekker. Deze hebben we ook binnen. Dan ga ik even voor de fun deze vijand ook nog slopen. Oh, hoop ik tenminste. Ah, niet mijn pakken, vriend. Niet mijn pakken. Ga weg. Oké, wat zijn dit? Dit zijn gigantische hapvissen of zo. Ik ben een beetje bang voor wat zij gaan doen. Ik weet zeker, jullie happen naar mij. Oh, jullie vallen eigenlijk wel mee. Jullie zijn kapot langzaam. Ik dacht dat jullie kapot snel zouden happen, maar jullie happen heel langzaam. Wacht, ik ga dit happen. Lekker. Hoppakee, windstoot. Oké, nu ziet het er nog raarder uit. Ik ben nu een flesje of zo. Van zo'n bierflesje, zo'n dopje. Yeah. Oké. Hier is nog een schatje. Oh, en dat is ook weer zo'n ding. Ja, oké. Hier is nog een slang. En hier is denk ik een geheim paadje of zo. Oh, kijk. Hier is wat. Wat is dit dan? Zijn dit snackies? Ja? Versla de verdwaalde Squishy. Dat hebben we gedaan. We hebben weer een geheim opdrachtje gedaan hier. Lekker. Dit is trouwens echt een goed wapen, jongen. Hoppakee, ik maak iedereen kapot. Oh, maar ja, ik moet alleen nog wel goed kunnen springen. Oh. Paniek. Oké, laat de wind waaien. Lekker. Nice. Nog een keer. Daar zo. En dan daarboven ook nog. Wacht, even tempo. Ik heb niet heel de dag de tijd. Lekker. Top. Volgende Sims puzzelstukje. Doet me echt denken aan de Sims, deze puzzelstukjes. Het is precies het dingetje wat de Sims boven hun hoofd hebben toch altijd. Ho. Alles stort hierin. Oké, ik kan hier denk ik wel... Ja, kijk. Ik kan hier de wind wegblazen. Oh, hier is nog iets. Wat is hier? Oh, hier is het laatste puzzelstukje. Oké. Oh, boss fight. Ik denk dat het makkelijker gaat als ik... Zo, dit doe... Oh, of niet. Moet ik Spikey pakken? Dat kan ook. We kunnen ook Spikey pakken. Spikey is niet voor niks hier. Let's go. En dan gewoon zo lekker bij Fleurina chillen. Oh, dat werkt maar deels. Moeten nu even maken dat we wegkomen. Ja, stop maar. Heel goed. Lekker. Kijk, dit gaat soepeltjes. Rollen. Oh, lekker. Hotsie. Kom dan. nog een keer. Nee, we zijn bijna klaar toch, Florientje, of niet? Oh, dit gaat veel sneller als ik spring. Kijk, hoppa. Oh, dat is wel een goede tip. Gewoon lekker springen. Dan gaat het echt veel sneller. Laatste puzzelstukje. Ik zie daarboven trouwens dat een Waddledietje verstopt is. Zien jullie hem ook? Oh, daar. Ja, daar. Precies daar. Oh, deed ik dit allemaal voor een Waddledie? Oh. Ik dacht dat ik hiermee een opening moest maken. Een deurtje moest openen of zo. Maar ik doe het alleen maar voor een Waddledie. Nou, ook prima, joh. Met alle liefde doe ik dit voor jou, vriend. Zouden we nu de windpower kunnen pakken? We gaan het gewoon doen. Wat zit er in de kissie? Hey, een blueprint. Nice. Oh, voor de prikker. Dan kunnen we de prikker nog sterker maken. Maar ik moet echt even een paar van die levels gaan doen waarin je die gekleurde sterren verdient. Want ja, die heb ik nu even allemaal niet. Ik heb er nu 0. Dus ik kan mijn krachten niet meer upgraden. Oh, wat doen jullie hier? Oh, hey, jongens. Rustig. Hoef niet gelijk mij te slaan. Oh, wat is daar boven? Dat kan ik denk ik nu niet pakken.
Oh, daar heb ik die schietmeneer voor nodig. Is hier nog ergens een schietmeneer? Misschien dat daarboven nog een schietmeneer staat? Ik denk het niet. Ik denk dat alle schietmeneeren nu op zijn, helaas. Helaas, pindakaas. Nee, het ziet er niet naar uit alsof hier nog een schietmeneer is. Let's go. Dan gaan we maar gewoon lekker door. Tempo! Oh, pas op! Oeh! Die was wel raak. Ik dacht dat die mis was, maar hij was wel raak. Ik ga even biefstukje eten. Hoppakee, lekker. Yo, ik wil jouw Charizard. Ik weet alleen niet of dit heel slim is. Want ik kan nu echt elke kant op vliegen. Of lopen. Kijk, hoppakee, lekker. Oké, wat gaan we hier doen? Oh, hier moeten we denk ik... Ja, zo. En dan... Hallo? Ah, ik heb hier weer andere kracht voor nodig. Ik heb hier een mouthful voor nodig. Ik heb de grote mond nodig. Daar is die, de grote mond. Let's go. Kunnen we hier naartoe springen? Kunnen we deze zandvlaag weghalen? En dan, ja, kijk, hoppakee. En dan ligt hier ook nog een Kinsey. Die kunnen we ook even openmaken. Lekker. Ah, we zijn alle schatjes aan het vinden, hoor. Nice, nice. Hier is er nog één. Wat zit hierin? Hé, een Waddledee. Een Waddledee in een schatkist. Dat is een soort van dubbel opgesloten ben je dan. Ik heb wel een beetje medelijden met je, hoor, Waddle. Waddle daddle. Hier gaan we weer dit even weghalen zo. Zodat deze pilaar hier neerplemt. Dan kunnen we dus daar naartoe. Is dat dan de kant waar we op moeten? Ik raak steeds in de war. Of is dit de kant waar we op moeten? Ik denk dat dit de kant is waar we op moeten. Laten we eerst gewoon hier deurtje met een sterretje ingaan. Oké, jump! 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 Lekker! Jump! Oh, oh shit, die twee vallen gewoon tegelijk. Ah, ik voel me belazerd. Go, 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 go! Oh, huh? Maar hier is wat. Oh, maar deze zandding moet natuurlijk weg. Ja, 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 ja. Kijk. Hoppakee. Dit moest je dus wel doen met de ring Kirby. Maar we hebben alle Waddledees in ieder geval gevonden. Nice, nice. King Dedede, ik kom er aan, jongen. Ik kom er aan. Nee, jongens, ik zeg niet ik kom aan. Nou ja, misschien ook een klein beetje. Maar daar hebben we het vandaag niet over. Bam! Zo, gewoon alle drie in één keer weg. Deze Kirby is super sterk. Die slang heeft ook niks op mij. Oké, we lopen rechtdoor. Dan gaan we een beetje zo. Ja, geen probleem. Dan moeten we dit even uitspugen. En naar boven, dan denk ik dat we klaar zijn met het level. Oh, kijk nou joh. Het is hier ook gewoon gelijk gezellig of zo. Komen we nu bij een hotel uit of zo? Nou, in ieder geval, deze Waddledee'tjes zijn ook weer vrij. We doen even onze Kirby dance. En dan heb ik toch een paar dingen niet gehaald. Ja, ik heb dat ene target niet kunnen schieten. Dit dus. Schiet drie vliegende doelwitten uit de lucht. Ik heb er maar één gezien. Maar toen kon ik ook niet schieten. Misschien moet je dit level een keertje uitspelen dan gewoon met die schietmeneer power-up. Hé, hey, is dit een oase? Ja, op zoek in de oase. Of doen even de speelgoedhamer schat binnen 40 seconden. Hamer je hoger op met de spijkers. Oké, okay, cool. Door. Door. Lekker. Oh, we gaan wel hard volgens mij. We gaan heel hard. We gaan lekker. We gaan heerlijk. Spoin Kirby kapot. Nog een Spoin Kirby kapot. Deze. Knopje indrukken. Let's go. Let's go. Let's go. Toren beklimmen, jongens. Voor leven. Ja, dit is nice. Dit is nice. En hier staat boze aap, meneer. En ja, dit moeten we gehaald hebben. Voor mijn gevoel is dit echt 30 seconden of zo. Kijk, dit bedoel ik. Hebben we weer één sterretje erbij? Wat is dit? Een giga zwaard schat. Die moet in 1 minuut 20? Oké, maar wat moeten we allemaal doen dan? Oh, we moeten allemaal enemies verslaan. Ja, dat is altijd een ding. Lekker. Kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar. Blap. Lekker. Oké, er is nog eentje over, denk ik. Nee, ze zijn allemaal weg. Kan ik door? Ik mag door. 1 minuut 20, jongen. Dan moet ik wel echt snel zijn. Oké, even de gigantische power. Oh, ik mis. No. Ik timde helemaal verkeerd. Stomme konijnen. Hier, deze voor jullie. Oké, slag opladen. Nee. Kom op, sneller. Kom op, sneller. Oh my gosh. Ik ga nu echt al langzaam. Maar nou, dat valt eigenlijk nog wel mee trouwens. Kirby is gewoon super sterk. Ik heb nog 30 seconden nu ongeveer. Denk ik. En ik moet deze baas verslaan. Oh, ik moet twee baas verslaan. Nou, dat wordt een ding. We kunnen dit ook gewoon halen natuurlijk zonder de baas te verslaan. Oké, ja, ik ben al geraakt, dus ik kan gewoon lekker doorslaan. Ja, dit ga ik niet halen. Ik ben te ongeduldig. Ik ben veel te ongeduldig. Maar als ik hem nu keihard sla, dan... Nou, dan red ik het nog steeds niet. Sla hem! Oh, ik moet gewoon die harde slag doen. Dat gaat veel beter.
Maar ik heb dit niet in 1 minuut... Nou, nee, nee. Ik heb dit niet in 1 minuut 20 gehaald, helaas. Maar dit kan wel. Maar weet je, eigenlijk heb je alleen maar de bonusmuntjes als je hem binnen de tijd haalt. Die ster, die hebben we toch al. Dus laat maar lekker zitten. Ik wil naar de oase. Dit ziet er wel weer vet uit, jongens. Maak jullie allemaal kapot. Helemaal kapot. Ook jou maak ik kapot. Jij die daar verstopt staat. Kan ik niet hoor. Kirby, vlieg hierover. Ik wil weten wat erachter is. Zie je, daar is een Waddle Dee. Ik moet daar naartoe. Hoe kom ik daar? Kan jij me vertellen? Ik had hem al doodgemaakt voordat hij überhaupt iets kon vertellen. Hoe kom ik daar, joh? Wat is deze slang hier aan doen? Oh, die slang. Ja, slang. Doei, slang. Maar, hè? Moet ik dan hier deze muur kapot maken of zo? En hoe doe ik dat? Moet ik een bom neer hebben of zo? Gasten, vertel mij hoe ik daar kom. Ik vind het niet oké. Ik moet die Waddle Dee redden. Daar dan. Kan ik hier doorheen? Ja, ik kan hier doorheen. Hier moeten we langs. Oh, enemietjes. Ja, loop maar. Yo, deze Waddle Dee wou gewoon even lekker zwemmen, joh. Waarom laat je hem niet gewoon zwemmen? Hij hangt hier gewoon een beetje boven het zwembad in de hitte hier. Nou, ik vind het niet normaal. Oké, mijn taak hier zit er weer op. We gaan door. Yo, wat is dit voor slime monster, joh? Oh, wat? Ik kan hem denk ik echt niet verslaan. Hij is echt kapot groot. Nee, hem kan ik... kan hem niet kapot maken. Wat jammer. Ik wou hem eigenlijk gewoon kapot maken. Dat is wat ik doe als Kirby, toch? Maar helaas, dan moeten we deze vijand een keertje laten zitten. Wat zijn dit nou weer voor dingen, joh? Ik pak ze gewoon, jongen. Ook al hebben ze stekels, boeit niet. Ik spring er gewoon keihard in. Pap. Oké, wat is dit? Oh, daar komen ook gelijk enemies. Ja, maar ik kan gewoon zo staan. Dan maak ik jullie allemaal kapot. Ik heb veel te sterke power-up. Pak de schat, lekker. En door, let's go. Ik heb wel het gevoel dat ik nu een Waddle Dee begin te missen ergens. Of zit hij hier? Nee, dit is een blueprintje voor de boomerang nog sterker te maken. Naar een zaagboomerang. Klinkt ook wel sick. Oh, hier is weer zo'n monster, joh. Ga weg met je splatter daddy. Hoe klim ik in die toren? Want ik wil sowieso in die toren klimmen. Oh, hier kan ik ook naar boven. Kom ik dan zo op deze manier in de toren? Ik denk het eigenlijk wel. Hé, hey, Waddle Dee'tje. Yo. Wat doe je hier, man? Ga lekker zwemmen met je maten. Alhoewel je dan ook gewoon opgesloten wordt. Dus dat boeit ook niet. Lekker. Oh, ja, top. Oké. Wat is dit? Wat ben ik nu weer? Oké. Ik heb de trap opengemaakt. Ik dacht even dat ik weer een zieke power-up kreeg, maar... Geen idee. Oh, huh? Water? Ja. Oké, muntjes. Oké. En dan gaan we ergens weer vanaf rollen. Oké. Let's go. Babliggy blam. Moeten ook gaan springen nu, denk ik. Ja, en nu ongeveer. Ja, en nu denk ik weer. En nu. Lekker, we gaan goed. Maak ze kapot, jongen. Go. En spring. Bam. Ik vind dit soort stukken altijd super leuk in deze buis Kirby. Oh, hier hangt ook nog wat lekkers aan. Maiskolven aan de cactus. Maiskolven aan een cactus? Heb jij dat ooit gezien? Nou, ik heb wel meer gezien in deze game, want die kan natuurlijk. Dus ja, als we daarvan uitgaan. Een beetje vreemde combinatie gewoon. Oh, wat? Wat doe jij? Oké. Ik ga wel meneer Drillboor spelen dan, als je dat zo graag wil. Dan graaf ik hier wel wat op. Helemaal goed. Oh, misschien kan ik hem met een Drillboor verslaan. Zo van onder. Oh, dat... Ja. Misschien kunnen we nu wel die enemy verslaan. Dat zou wel cool zijn. Let's go. Eerst even deze guy. Zo. Oh, we gaan proberen. Let's go. Meneer Drillboor. Bap. Oh. Nee dus. Helaas. Oh, en ik kan hier ook niet onderdoor. Ik wil gewoon hier onderdoor. Onder deze smurrie. Maar het plaatje zegt dat dat kan. Waarom lukt het dan niet? Moet ik een steen op jouw hoofd gooien? Nee, helpt ook niet. Ik snap dit niet. Kan ik via hier dan? Nee. Ook niet. Ik snap het niet, jongens. Waarom lukt het niet? Oh, wacht even. Dit is dus de oplossing. We moeten hem beroven van zijn... Ja, van zijn inkt of whatever it is. Lekker. We moeten er twee weten te verslaan. Dan kunnen we hier dit weghalen. Juist. En dan kunnen we nu eronder door. Sick. Oké. Leuk gedaan. Had ik hier misschien die Kirby moeten fixen? Oh, wat? Wat? Oké. 2, 3, 4. Misschien gaat dit nog steeds goed. I don't know. Ik hoop het. 2, 3. En dan hier. 4. Ja, cool. En dan moet ik daar waarschijnlijk ook weer de achterste pakken. Dat is een geluk dat ik net de achterste had gepakt. Oké, go. Nog 1. Waar is de laatste? Hier. Hier is de laatste. Lekker. Ik kom eraan, Waddle Dee. Daar ben je. Ik ben hier. Hallo.
Mijn maat. Zou er nog wat gebeuren als ik hier alle meuk weghaal? Ik hou niet van meuk. Weg met de meuk. Hier ook in de hoek. Weg met de meuk. Oh, nou, er gebeurt niet echt iets, maar ik krijg wel een heel groot muntje ervoor. Dus we hebben het niet voor niks gedaan. Gaan we het trappetje omhoog? Ja, en hier moeten we eigenlijk nog eentje dan verslaan, denk ik. Is hier zo'n waterding? Hier niet, maar wat gebeurt er als ik deze knop indruk? Ja, gaat het platformpje naar boven. Lekker. Ja, wat willen jullie doen dan tegen super waterballon Kirby? Ik hou alle meuk weg, jongen. Ik hou alle meuk weg. Weg met de meuk. Lekker. Super cool. Echt weer leuk gedaan, dit level. En we hebben de laatste waddle die ook gevonden. Die zat daar verstopt. En hier ligt ook nog wat. Nou, ik heb het gevoel dat we echt alle geheimen uit dit level hebben ontdekt. Maar ja, volgens mij toch niet. Volgens mij missen we toch nog wel een ander. Hier beneden nog? Oh, nee. Dan zijn we weer terug. Nou, dan gaan we maar gewoon met het trappetje hier omhoog. En dan zijn we inderdaad wel bij het einde van het level. En hebben we in ieder geval wel alle Waddle Dees weten te redden. En we hebben die grote blubbermonsters verslagen. Helemaal nice. Gif Crawlcoms heten die dingen blijkbaar. Oh, en we hadden ook nog even moeten slapen naast het zwembad. Ja, dat kon je gewoon niet weten. En dan moeten we nu naar het winkelcentrum. Volgens mij zijn hier niet zo heel veel levels. Volgens mij gaan we hier heel snel bij de baas komen. Misschien lukt dat zelfs al in de volgende aflevering. En als je die wilt zien, ja, knal die duimpjes omhoog. Laten we voor de 600-700 duimpjes gaan. Dat moet wel lukken toch, jongens. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon weer bij de volgende Nintendo video. Mazzel!